deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie verveel tips, zodat jullie je tijdens deze periode minder hoeven te vervelen. Toen ik de tips aan het maken was, heb ik gekeken naar wat ik zelf doe als ik me verveel. Maar ik heb ook gekeken naar wat dingen die jullie hopelijk nog niet doen als jullie vervelen. Dus een beetje wat creatievere tips. Dus laten we maar beginnen met de eerste tip. Nou, de eerste tip is sporten. En ik vind sporten zelf heel erg leuk om te doen. En ik vind niet van mezelf dat ik moet afvallen en dat ik het daarom doe. Maar gewoon om lekker fysiek bezig te zijn. En gewoon mijn energie een beetje kwijt te kunnen. Maar ook gewoon om lekker gezond te voelen. Want ik voel me echt een stuk beter als ik gewoon lekker sport. En gewoon merk dat ik lekker actief bezig ben. En ja, het is gewoon heel erg fijn om te doen. En qua sporten kan je bijvoorbeeld een workout doen. En zelf doe ik bijvoorbeeld gewoon een full body workout. Maar ook abs, legs en arms. Maar je kan ook hardlopen. Als je dat doet, hou natuurlijk wel de 1,5 meter in de gaten. En dat is ook gewoon heel erg leuk om te doen. Ik hardloop zelf ook. En dan doe ik ongeveer een rondje van 3 kilometer. Als je dat standaard in je routine houdt om te sporten, dan merk je ook vordering. En daar word ik zelf persoonlijk heel erg blij van. Ik kan echt blij worden van als iets gewoon lekker gaat. En als ik gewoon lekker groei met iets. Dus sporten, dat is zeker een leuke tip. Dus ik zou zeggen, als je zin hebt om lekker actief te bewegen, ga sporten. Tip nummer 2 is, ga iets nieuws leren. Ik ben zelf bijvoorbeeld bezig geweest met een jurk maken. Ik heb zelf nog nooit echt zo'n kledingstuk gemaakt. Dus dat was wel heel erg nieuw om te doen. Maar ik ben er heel erg achter gekomen dat ik het eigenlijk super leuk vind om te doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld een instrument leren spelen. Misschien heeft je broertje, zusje, moeder, vader een instrument. En denk jij, wil ik dat eigenlijk ook wel kijken hoe dat is om te spelen. Nou, ik zou zeggen, ga het proberen en misschien vind je het wel super leuk om te doen en zo ontdek je weer nieuwe dingen. Maar je kan bijvoorbeeld ook iets koken en dan kan je gerecht bijvoorbeeld langsbrengen bij je buurman of buurvrouw of je opa en oma. Maar je kan ook aan je ouders geven, zodat je ook weer voor elkaar zorgt. En ja, dat was mijn tip nummer 2. Daarna dan gaan we nu door naar tip nummer 3. Tip nummer 3 is, ga iets maken. Je denkt, ik heb het thuis wel allemaal gezien. Ja, er is niks meer bijzonders. Meestal is er nog wel iets waarmee je thuis iets kan doen. Zoals pak tijdschriften, ga een collage maken. Maar je kan ook heel simpel gewoon een tekening maken. Maar iets wat ik zelf echt super leuk vind en super creatief, is een envelop maken van bakpapier en keukenrol. Nou, bakpapier en keukenrol heeft eigenlijk wel iedereen in huis. Toen ik het zag, vond ik het echt zo leuk. Ik heb het zelf ook gemaakt en ik zal zeggen, het voelt echt heerlijk ook aan. Tastbaarheid. Het klinkt misschien raar, het is ook gewoon echt super fijn. Dan kan je bijvoorbeeld een kaartje naar iemand opsturen en gewoon de lieve groeten doen en gewoon iemand iets liefs sturen. Nieuwe artiesten ontdekken. Nou, als ik me heel erg verveel en eigenlijk echt totaal nergens zin heb, niet eens zin heb om actief bezig te zijn, dan pak ik gewoon mijn telefoon en dan kan ik gewoon op Spotify gewoon allemaal nieuwe artiesten opzoeken. Ik ga scrollen gewoon door playlisten, allemaal liedjes aanklikken, zoeken op namen waarvan ik nog nooit heb gehoord. En zo ontdek je gewoon nieuwe liedjes, nieuwe artiesten. Die tips zou ik echt gebruiken als je echt ultiem verveelt. Maar het is ook gewoon leuk om te doen als je 's avonds op bed ligt. Dat is gewoon heel erg lekker om te doen. Dus dat was mijn tip nummer 4. Dan komen we nu bij de ene laatste tip. En dat is tip nummer 5. En ik denk dat sommige kinderen dit echt geen leuke tip vinden. Maar toch zou ik zeggen, stel jezelf ervoor open en ga een boek lezen. Ja, ik vind zelf persoonlijk boek lezen echt super leuk om te doen. Gewoon lekker cozy op de bank of op bed.
in een boek kruipen, als het ware. En meegaan met het verhaal. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Dus daarom zou ik echt wel aan iedereen kunnen aanraden, gaan lezen. Het is gewoon echt super leuk. En als je gewoon lekker in een verhaal zit, dan gaat de tijd ook gewoon zo snel voorbij. Dus dan heb je gewoon, ja, dan heb je in één klap verveel je gewoon niet meer. Ik kan wel een paar boeken aanraden die heel erg leuk zijn om te lezen. After, ik heb hem net nieuw en ik vind hem echt super leuk. Ik ben hier ook lekker lang zoet mee. Nou ja, ik heb dit in 2 dagen gelezen, dus dat is 1/3 van het boek. Dus ik denk dat ik hem over een week wel uit heb, dus zo lang ben ik er nog niet zoet mee. Maar best wel, ja, maar wel voor een tijdje en het is zeker een leuk boek. En misschien heb je, ja, denk je, ik herken het. Nou ja, hier is ook een film van en ik kan je zeggen, de film is super leuk. Dus ja, dat is ook nog even een tip voor jou. Om de film te gaan kijken als je hem nog niet hebt gezien. Maar ik moet je zeggen, het boek is misschien wel zelfs nog leuker dan de film. Dus als je de film leuk vindt, zou ik zeker zeggen, ga het boek ook lezen. Maar je kan bijvoorbeeld ook op, als je bij de Beep, als je bij de Beep gewoon een account hebt, kan je ook gewoon de e-book app installeren. En dan kan je gewoon op de site van de Beep Online e-books downloaden. En die kan je dan op je telefoon gaan lezen. Aangezien we nu niet naar de Beep kunnen. Dus dat zou ik dan doen als je geen boeken thuis zelf hebt liggen. Dus ja, dat was mijn tip nummer 5. En dan komen we nu bij tip nummer 6. En dat is eigenlijk wel een hele, ja, belangrijke tip ook. Want ik zou zeggen, als je je verveelt, ga lekker een self-care moment doen. Lekker zelf voor je zorgen. Je gezicht reinigen. Doen. Of gewoon, ja, een self-care momentje. Omdat het is ook belangrijk om nu gewoon goed voor jezelf te zorgen. Gezond te blijven. En je mag zeker wel wat aandacht aan jezelf gaan geven. Dus ik zou dat als, dus ik raad je dat ook heel erg aan als je je verveelt. Nou, ik hoop dat jullie iets aan mijn tips hebben gehad. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen bladduimpje omhoog te doen. En te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En druk ook even op het notificatiebelletje. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!